waar gaan we het vandaag over hebben? Komende tijd bouwen we vooral in de stad. Dat heeft te maken met vergrijzing, dat heeft te maken met duurzaamheid en mobiliteit. En de verwachting is dat een groot deel van de bouwopgave de komende tijd in de stad zal plaatsvinden. Het uitgangspunt voor ons was in ieder geval dat we de stad niet meer zien als een soort vat met problemen, maar veel meer als een platform waarop je een aantal van stedelijke problemen kunt oplossen. Dus het idee dat mensen gewoon beter af zijn als ze in de stad wonen. Nou, dat is weer, dat zullen we vandaag wel merken. Voor een deel is die hele beweging naar het binnenstedelijk bouwen al gaande. Voor een deel gaat het ook om beslissingen die misschien nu moeten worden genomen met het oog op kansen die er in de toekomst zijn. En vandaag willen we dan met een aantal lezingen die we hebben geprogrammeerd, workshops, die vooral sessies, die vooral vanmiddag zijn, waar we u in de loop van de ochtend ook verder over informeren. En een openingsdebat, dat zo begint, ingaan op wat die kansen voor binnenstedelijk bouwen dan zijn. En mogelijk ook hoe ze te benutten zijn.